Goedemiddag, fijn hier te zijn. En even met mijn eerste vraag, wie heeft hier een onfeilbaar geheugen? Wij allemaal toch? Ik laat weer even kennis maken met Orlando Cerel. Die heeft in ieder geval wel een onfeilbaar geheugen. Hij wordt hier uitgehoord door twee wetenschapsjournalisten. En die vragen hem zo een aantal dagen uit zijn leven en wat hij zich kan herinneren. Even kijken. Dan moet ik alleen even het geluid op. Zo, kijken of dat gaat lukken. August 27th, 1988. Saturday. I was hanging out that night. How about July 4th, 1989? Tuesday, July 1st, Saturday. I was at a friend's house cooking. I had to cook barbecue chicken. We were part of chicken and legs. January 5th, 1986. Sunday. January 3rd, Friday, I was at my cousin's house doing some recording on some cassette tapes. February 7th, 1983. Monday, February 11th, Friday, it rained that day, had pizza from Domino's, pepperoni sausage. December 11th, 1991. Wednesday, December 13th, Friday, I didn't go to work that day. Ja, wie wil het opnemen tegen Orlando Cerel? Ik ga even een experiment met u doen. Een experiment wat met Amerikaanse proefpersonen werd gedaan. Die kregen maar liefst 2500 plaatjes te zien. Dat duurde 3 uur. Ik heb het iets ingekort vanwege de dames. We gaan eventjes kijken. U gaat eventjes kijken naar een aantal plaatjes. En dan laat ik ze straks nog een keer diezelfde plaatjes zien. Dan is de vraag hoeveel plaatjes er veranderd zijn. Goed, dan krijgen we nog een keer dezelfde serie. En hoeveel plaatjes zijn er veranderd? Tellen. Ja, hoeveel? 7. Het zijn er zeven. Kijk, 7. Maar het opvallende was dat ongeacht leeftijd, al die proefpersonen, nadat ze dus 5 uur hadden zitten kijken naar 2 keer 2500 plaatjes, dat ze zo'n 80% tot 90% goed hadden. Ongelooflijk wat ons geheugen dus, hoe goed ons geheugen functioneert. En laat ik u nog even gelijk een ander testje doen waarbij u eventjes op het scherm moet letten. Kijk even naar het kruisje, dan ziet u een plaatje voorbij komen. En dan moet u zien dat plaatje terug te vinden tussen 5 andere plaatjes. Daar gaat-ie. Ja? Welke letter, denkt u? Dit was I, ja. Eventjes opletten. Hoge verwachtingen, daar gaat-ie. Ja. Heel goed. Heel goed, ja, D. Hartstikke goed. Ja, zeg het maar. E, heel goed. E, ja. Heel goed, kijk, zo ken ik u. Het onfeilbare geheugen. G, heel goed, ja, ja. Nou, dat hebben ze gedaan met proefpersonen. Dat was aan de McMaster University. En ze lieten dat, die proefpersonen mochten een aantal keer oefenen. En die kwamen een aantal dagen terug en je zag dat ze het steeds beter deden. En toen hebben ze een jaar naar huis gestuurd. En een jaar mochten ze terugkomen. En wat bleek, toen hadden ze die plaatjes nog in hun hoofd. Zelfs die abstracte blobs. En ze hadden een hoger instapniveau. En ze waren al na 1 oefening waren ze weer op het oude niveau. Dus als u hier een tijdje naar kijkt, dan beloof ik u dat u het over een jaar nog weet. Dat is ons geheugen. Laten we even trots zijn op onszelf. Ze hebben heel veel onderzoek gedaan afgelopen tijd. Kijk, dit is een netwerk. Daar gaan zo'n herinnering gaat erin. En dat gebeurt met een zogenaamd geheugen. Lijntje, geheugenpad. Dit zou zo'n geheugenpad kunnen zijn. Dit is een herinnering, willekeurige herinnering. En daar hangen al die dingen aan. Je ziet dat het een soort associatiereeks is. Je denkt dat het één en binnen kortste keer is het hele plaatje weer compleet. Inclusief die mooie ondergaande zon en die kus natuurlijk.
Maar het bijzondere is dat iedere keer als je die herinnering ophaalt, dan word je ook een beetje plastisch. Dan kun je het een beetje veranderen. Iedere keer als je een herinnering herinnert, dan valt die een beetje uit elkaar en moet je hem opnieuw in elkaar zetten. En dat gaat zo. Die verbindingen die worden even weggehaald en er worden opnieuw verbindingen gemaakt. Maar dat kan best een beetje anders zijn. Want je bent ouder geworden, de situatie is veranderd. Dat betekent dat iedere keer als je een herinnering ophaalt, dan vernieuw je hem als het ware. Dan zet je hem opnieuw in elkaar. En geleidelijk aan gaat zo die herinnering op de loop. Beweegt als het ware met je mee. Je herinneringen groeien met je mee. En dat is natuurlijk raar, want we dachten dat onze herinnering, dat ons geheugen, als een soort geschiedkundig document te raadplegen zou zijn. Dat het ons verleden op een historisch verantwoorde manier vastlegt. En dat blijkt dus niet het geval te zijn. Dus we hebben een geheugen meegekregen van de natuur, maar dat geheugen, dat verandert zichzelf. Dat is raar. En ik heb een onderzoeker gevraagd, maar waarom dan? Ik bedoel, waarom heeft de natuur dat dan eigenlijk zo slordig gemaakt? En toen zei hij, ja, misschien dat het geheugen niet zozeer bedoeld is om in het verleden te kijken, maar meer bedoeld is voor iets anders, namelijk om in de toekomst te reizen. En dat is een interessante gedachte. Want als je beter naar de hersenen kijkt, dan zie je dat er een opvallend verschil is, een opvallende overeenkomst is tussen die delen die we in onze hersenen gebruiken om in ons verleden te duiken en die delen die we nodig hebben, die we gebruiken om naar de toekomst te kijken. Om ons een voorstelling te maken van wat we morgen gaan doen en volgende week en waar we op vakantie gaan. En wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, hier zie je de deel van ons brein, buitenkant, binnenkant van de hersenhelft, waarmee we onze herinnering ophalen. En dit is het deel waarmee we toekomstplannen maken. Dat lijkt nog op elkaar. Kennelijk is het eigenlijk 1-2 keer hetzelfde. Kennelijk is het niet zozeer een geheugen als wel een tijdreiscapsule die we in ons hoofd hebben. Ons geheugen dient niet zozeer om terug te reizen naar het verleden, maar ons materiaal te verzamelen om naar de toekomst te kunnen reizen. Als je probeert iets in de toekomst voor te stellen, dan gebruik je materiaal uit het verleden, allerlei ervaringen uit het verleden, en die herschep je en die plaats je in een nieuwe context en dan zie je de toekomst. Mensen zijn gebouwd, mensen hebben een geheugen om de toekomst te zien. En dat is natuurlijk mooi. En we hebben een tijdsreiscapsule in ons hoofd. En die tijdreiscapsule stelt ons in staat om geweldige dingen te doen. Om naar het verleden te reizen en naar de toekomst met hetzelfde gemak. Maar die tijdreismachine is misschien ook wel een van de meest kwetsbare onderdelen van onze hersenen. En dat is niet voor niks, want het is een van de laatst verworven onderdelen. Het is een heel recente uitvinding, zou je kunnen zeggen. En nog maar een paar honderdduizend jaar geleden. Dus dat is heel recent. En dat betekent dat het kwetsbaar is. Het is als het ware nog niet shockproof. Mensen die op een gegeven moment gaan dementeren, dan zie je dat het eerste wat uitvalt, dat is juist die tijdreismachine. Dat is het eerste wat wegvalt. Mensen kunnen ineens niet meer tijdreizen. En dat is ingrijpend. Mijn moeder kreeg Alzheimer. Ik lees even een stukje voor uit het boek, waarin ik een hoofdstuk aan haar gewijd heb. Als onze bus bij de begraafplaats wegrijdt, buigt mijn moeder zich iets voorover en vraagt, wie hebben we nu ook alweer begraven? Hè? Haar geheugen mist wel eens iets de laatste tijd, steeds meer eigenlijk. Ze heeft Alzheimer, ze verliest haar geheugen. Ik voel dat er behalve het verleden nog iets anders verdwijnt, maar ik kan er mijn vinger niet op leggen. Mijn moeder lijkt oppervlakkiger dan ik haar ken. Er komt een vreemde matheid over haar. Het is alsof iedere conversatie zich afspeelt in dichte mist. We praten over tuinen, daar houdt ze van. Haar leven lang was ze met planten in de weer. Ze schiep een wilde stadstuin vol kleur, met hortensia en campanula, met heleniums en iris. Die tuin is er niet meer, hij is weg. Ook in haar herinnering is hij zo goed als verdwenen. Daarom vraag ik haar een nieuwe te verzinnen. Doe je ogen dicht, zeg ik. Verzin een nieuwe tuin. Hoe ziet je lievelingstuin eruit? Dan gebeurt er iets wat ik niet verwacht. Ik zie een grasveld, zegt ze. Het is eigenlijk te klein, het is te weinig charme. En wat zie je nog meer, vraag ik. Maar ze ziet alleen maar nog meer gras en een tuinhek. En de bloemen dan, probeer ik. Welke bloemen en planten zie je? Welke kleuren? Het is even stil. Dan zegt ze, wacht, ik ga even een tuinboek halen. Plotseling begrijp ik dat die mist van onze gesprekken berust op een gebrek aan verbeelding. Ze kan zich eenvoudig geen tuin meer zien,
geen tuin meer zien die er niet is. De verbeelding is verdwenen. Ze kan zich ook weinig concreets meer voorstellen bij plannen. Een boek, of die nu van mij zijn of van haarzelf. Ik schrijf een boek, vertel ik. Het gaat ook over jou. Ze kijkt me aan. Goh, wat leuk. Een boek over mij. En waar schrijf je dat nou? Doe je dat thuis? Een boek dat er nog niet is, is voor haar iets abstracts. Iets wat gemaakt moet worden. Pas als het in haar schoot ligt, zal ze zich kunnen afvragen waar het over gaat. En dan ineens realiseer je hoezeer wij onze tijdreismachine zijn. Hoezeer wij zijn de mogelijkheid om voortdurend langs ons leven te scharrelen. Om niet alleen in het hier en nu te zijn zoals een muis of een kat of een ooievaar. Maar om voortdurend, ja, tijdreiziger te zijn ook in ons eigen brein. In ons eigen leven. Kijk, eventjes terug naar die hersenen. En ik zei het al, hè, we hebben een heel groot gedeelte van ons brein. En dat zijn die oranje, rode gebieden. En die houden zich bezig met dat tijdreizen. Die blauwe gebieden, dat is meer waarmee je doet wat je moet doen. Zeg maar. U zit nu te luisteren naar mij, voor zover u niet bent afgehaakt. En dan zijn die blauwe centra actief. Maar zodra je bent afgehaakt, dan ga je dagdromen. En dan gaan die rode centra actief worden. En dan zit je waarschijnlijk na te denken over... Ja, over die vriendin die gisteren langs kwam en of je wel het goede gezicht hebt. Of je wel een goede vriend of vriendin bent. Dat soort sociale, existentieel sociale kwesties spelen dan door je hoofd. Zodra we gaan dagdromen, zodra we in onze tijdcapsule stappen, gaan we nadenken over ons eigen leven. Waarom? Omdat het voor een mens ontzettend belangrijk is om te kunnen uitleggen wat je doet, wie je bent. Waarom je doet en wil worden wat je bent. Waarom je laat wat je niet doet. En daar gaan we zelfs 's nachts mee door. Hier zie je als je wakker bent en als je slaapt, lichte slaap, iets zwaardere slaap. Pas als je in diepe slaap bent, dan schakelt de tijdreismachine uit. Dus ook 's nachts zijn we aan tijdreis. En dat wist je natuurlijk, want die dromen gaan ook altijd ja, lukraak langs je leven. Dat is nog grilliger, dat is nog met grotere snelheid tijdreizen. Waarom? Waarom moeten we altijd tijd reizen en met name langs ons eigen leven? Kijk even naar deze kinderen. De foto is gemaakt in 1963 in Parijs voor een poppentheater. Op het moment dat de draak verslagen werd. U kijkt naar drakenvechters, stuk voor stuk, allemaal met hun eigen temperament. Sommige koen, andere bevreesd, maar stuk voor stuk, allemaal hebben ze zich in de schoenen van de drakenvechter gestoken. Had je ditzelfde plaatje willen maken, maar dan met jonge konijntjes of met jonge koetjes. En dan natuurlijk een aangepast poppenspel. Dan had je toch niet dit engagement gezien. Die konijntjes geef ik op een briefje. We waren gewoon doorgegaan met knabbelen en die kalfjes met herkauw. Mensen zijn een slag apart. Wij spelen een soort mentaal boompje verwisselen. We zijn bezig met de verhalen van onszelf en van anderen. We tijdreizen ons suf. En waarom? Waarom doen we dat? Waarom is tijdreizen zo belangrijk voor mensen? Zo belangrijk dat zelfs als je in het Rijksmuseum voor het Joodse bruidje staat, dat je ogenblikkelijk op zoek gaat naar de schilder, ondanks dat hij al eeuwen dood is. Want wat doen onze hersenen? Binnen 20 milliseconden zoomen we onze hersenen in op de streek, op de toets, de streek van de schilder. We gaan op zoek naar de manier waarop de schilder het gemaakt heeft. De manier waarop Rembrandt teder die handen over elkaar geschilderd heeft. Dat maakt de confrontatie met een schilderij zo persoonlijk. Het is een ontmoeting. Het is op zoek naar de schilder. Het is, en dat geldt voor alle kunst, het is altijd een ontmoeting. Altijd op zoek naar het verhaal in de ander. Omdat ons eigen verhaal ons zo aan het hart gaat. Ja. Waarom? Het is een noodzaak voor ons om tijd te reizen. Het is een noodzaak om om het losse zand wat ons ons leven is, om dat bij elkaar te rapen. Iedere keer weer. De filosoof Daniel Dennett die geeft een verklaring voor die enorme drang om ons leven tot een verhaal te maken.
Hij rekent ons voor dat als je alle gedachten die in je leven door je hoofd gaan, als je die allemaal zou opschrijven, een soort superdagboek, dat je dan aan het eind van je leven, zo'n jaar of 80, 90, dat je dan 100.000 boeken bij elkaar geschreven hebt. 100.000 boeken. Moet je je voorstellen dat je dan aan het eind van je leven op een feestje komt en iemand gaat vriendelijk naast je zitten en die stelt dan die vraag. Wie ben jij? Wie bent u? Dan zit je in een lastig pakket. Dan moet je gaan bladeren in die 100.000 boeken om een soort excerpt van jezelf te maken. En vandaar dat ons brein iedere minuut die er overschiet bezig is met tijdreizen. Om proberen al die losse onderdelen in ons leven tot één verhaal samen te binden. Tot een verhaal dat, als het goed is, een positief verhaal is. Want uit onderzoek blijkt dat een positief verhaal een zeer waardevol instrument is om je door het leven te slaan. Om je door een leven te slaan wat natuurlijk vol zit met onverwachte tegenslagen. In een woelige wereld kan er van alles gebeuren. En wanneer je een positief verhaal over jezelf hebt, wanneer je kunt uitleggen wie je bent en waar je heen wil, dan zijn mensen in staat om tegenslagen het hoofd te bieden. Dat werd onder meer in New York vastgesteld bij onderzoekers van de Universiteit van Buffalo in 2002, kort na de aanslagen, een aantal New Yorkers interviewden en vroegen om op te schrijven waar die dag voor hen over gegaan was. En wat ze gezien hadden en wat ze geroken hadden en met wie ze gesproken hadden en hoe ze nou verder gingen. In 2009 zijn ze teruggegaan en hebben ze die New Yorkers opnieuw opgezocht om te kijken hoe hun leven verder gegaan was. En ze hebben ze vergeleken met een aantal andere New Yorkers die in de tijd niet uitgenodigd waren om daar, die heftige dag onderdeel te maken van hun biografie. Ja, wat doe je dan als je iets heftigs hebt meegemaakt? Dan probeer je er niet meer aan terug te denken. Dan probeer je het eroverheen te stappen. En dat bleek niet heel effectief, want de mensen die erover geschreven hadden, waren veel beter in staat geweest om verder te leven. Veel beter in staat geweest om de draad weer op te pakken. Veel minder nachtmerries hadden ze gehad. Een sterk verhaal is een voorwaarde voor een sterk leven. Kunst gaat niet voor niets altijd over mensen. Het gaat altijd over het ontmoeten. Dat is omdat we die tijdreismachine nodig hebben. Om voorwaarts te gaan vanuit onze biografie. Dank u wel.